We gaan het hebben over maatregelen. Wat kan je dan doen op die RWZI? En Jimmy van Olven en Arnoud Wild van Royal Haskoning DHV. Jullie nemen ons mee in wat jullie perspectief erop is. Aan jullie het woord. Dankjewel, Sander. Jimmy van Opijnen van RLDHV en Arnoud de Wild. We vertellen het samen. Ik heb hem er even losgehaald, die microfoon, want anders wordt het een heel raar schouwspel zometeen, denk ik. Klikkertje heb ik ook nog. Ja. Nou, laten we maar beginnen. Ik heb hier de inhoud van de presentatie even kort neergezet. Ik neem jullie even mee langs het doel van de studie betrokken team. En dan gaat Arnoud toelichting geven rondom de projectaanpak en de eindproducten die we hebben opgeleverd. Daarna neem ik jullie mee door de belangrijkste uitkomsten van de studie. Het gaat over kosten, CO2-equivalenten en ook haalbare effectenkwaliteit NMP komt erna aan bod. En dan zal Arnoud weer overnemen tot en met de conclusies. En dan neem ik u nog even door de aanbevelingen. Daar gaan we. Nou, doel van de studie. Ons is gevraagd om te komen tot een geactualiseerd overzicht van maatregelen die we kunnen nemen om stikstof en fosfor op de RWZI's te kunnen verminderen. Om in staat te zijn de effluent-eisen die zijn afgeleid voor de KRW te halen. Daar zijn eerdere versies van. In 2005 en 2006, kort na de inwerkingtreding van de KRW, zijn er al stukken over geschreven. En dit is eigenlijk een actualisatie daarvan. Wel met een beperktere scope. We hebben ons vooral gericht op stikstof en fosfor en niet op de andere stoffen die wel in die studies ook zijn meegenomen. Nou, betrokken team, dat zijn ikzelf, Arnoud en een aantal collega's van RLDHV die vandaag niet hier zijn door allerlei redenen, vakantie onder meer. Maar wel enorm hard hebben gewerkt om dit stuk te maken, dus dat wil ik toch even noemen. Laura Piai, specialist Nikkelverontreiniging, en Winnie Hogendoorn, een van onze jonge talenten op de waterlijn. En Paul Deng, adviseur voor industriewater. Daarnaast was Witteveen en Bos betrokken voor een kwaliteitstoets in de vorm van Koen de Jong. Die heeft stukken doorgenomen daarvoor. En Arjen van Nieuwenhuizen was betrokken bij de begeleidingscommissie samen met de waterschappen. Nou, Arnoud. Yes. Wat hebben wij in onze studie gedaan? Wat was de projectaanpak? Wij hebben dus KRW-maatregelen geïdentificeerd voor de RWZI. En die hebben we heel nadrukkelijk ingedeeld in vier categorieën. Te beginnen bij het aanvoerstelsel. Feitelijk eigenlijk buiten het hek van de RWZI, maar wel ontzettend belangrijk voor de RWZI. De waterlijn, wat we in de termen van het rapport ook de hoofdzuivering noemen. Denk aan voorbezinktank, het actief slipsysteem, nabezinktank. Een nabehandeling, wat tegenwoordig veel aan de orde is. En ook nog heel specifiek deelstroombehandelingen voor die RWZI's waar dat van toepassing is. Nou, wij hebben zoveel mogelijk op verzoek van STOA aangesloten bij het innovatieprogramma microverontreinigingen. Daar is een standaard RWZI voor gedimensioneerd eigenlijk. Die hebben wij genomen, dat was een 100.000 IE RWZI. We hebben maatregelen ook doorvertaald naar een 20.000 IE RWZI. En specifiek voor die deelstroom, dat vaak de grote jongens betreft, ook nog een 400.000 IE RWZI bekeken. Het IPMV had een standaard RWZI, maar had niet zoveel focus op stikstof en fosfor. Daarvoor hebben wij de bedrijfsvergelijking zuiveren bekeken. En we hebben de gemiddelde waarden die daar nu uitkomen uit alle Nederlandse RWZI's genomen als de standaard. Dus wij refereren in het rapport steeds naar een standaard RWZI. Die staat nergens, die heeft ook geen naam, maar die is er wel fictief. En die heeft dus het gemiddelde resultaat van wat alle Nederlandse RWZI's nu hebben. En daarop zijn alle maatregelen die we identificeren in het rapport ook geprojecteerd. Dus alles is altijd gerelateerd aan die standaard. Houd dat in je achterhoofd. Op nadrukkelijk verzoek van de BC hebben we over de landsgrens heen gekeken. Wat wordt er in het buitenland gedaan? Waar zijn wij nog niet goed in? Wat gebeurt er ergens anders wel? Nou, om u gerust te stellen, er gebeurt niet heel veel in het buitenland wat wij hier niet doen. Dus we hebben een beperkte hoeveelheid nieuwe maatregelen geïdentificeerd. Het meeste hebben we hier toch wel op orde. En we hebben ook gebruik gemaakt van de update IPMV die Joost en Patricia vanmiddag gaan presenteren. Wat betreft de kosten en de CO2-footprint. We zijn begonnen met een longlist van maatregelen. Die hebben we opgesteld. Daar staat een enorme lijst met maatregelen, ook zeer laag in de zogenaamde technology readiness level, oftewel maatregelen die op labschaal zeg maar, nu spelen. Een longlist. Van die longlist zijn we naar een shortlist gegaan. De longlist hebben we bewust wel in de rapportage meegenomen, dus die kunt u ook terugvinden. Mag u ook van alles van vinden. De shortlist is samen met de BC samengesteld en daar hebben we eigenlijk een paar eisen gezet. Het moet minimaal een TRL van 7 hebben, want we moeten in 2027 het kunnen implementeren. Als dat niet kan, dan is het een techniek die voor nu even niet relevant is. En het moet ook wel voldoen aan de zuiveringspraktijk in Nederland. Daar moet die relevant voor zijn.
De shortlist is ook in de rapportage opgenomen. En vanuit die shortlist, dat zijn alle maatregelen die we benoemen, hebben we ook nog een aantal factsheets gedestilleerd. Dat zijn de belangrijkste maatregelen eigenlijk, die wij nu voorzien voor de zuivering. Wederom aanvoerstelsel, deelstroombehandeling, hoofdzuivering en nabehandeling. Dat zijn hele concrete factsheets. Je ziet in de rechteronderhoek een klein plaatje ervan, niet te lezen, maar wel het uiterlijke vertoon ervan. Dat zijn compacte sheets. We moedigen vooral de technologen ook aan om die te gebruiken. Daar staat gewoon hele simpele informatie in, waarmee je kan vergelijken wat een maatregel doet ten opzichte van een andere. In de rapportage die we hebben opgeleverd, zometeen komt de QR-code langs en Cora zei al, hij ligt hier, staan uiteindelijk alle maatregelen benoemd. Dus de rapportage bevat echt alles. Dat zijn omschrijvingen van de maatregelen, ook aangevuld met vergelijkingen en beslisbomen. Er zitten beslisbomen in, die zijn universeel geldig. Dat geldt misschien niet voor elke specifieke RFC op die manier. Dus hou altijd in gedachten, ik moet wel voor mijn eigen RFC kijken hoe het uitpakt. Maar op hoofdlijnen zijn dat wel beslisbomen die gevolgd kunnen worden om tot een maatregel voor N, voor P, ammonium en NP, P en ammonium te komen. En welke maatregelen het meest zin hebben en het meest kosteneffectief zijn. Uiteindelijk in de factsheets is een heleboel informatie gestopt. Dat zijn dus de belangrijkste maatregelen. Daar kun je echt van alles in vinden, van bekende eigenschappen als CO2-footprint, ruimtebeslag, kosten. Maar er zijn ook een aantal specifieke zaken benoemd die nu actueel zijn. Bijvoorbeeld het opgesteld vermogen. Wij hoorden heel veel discussies in den landen over netcongestie. Dus bij alle maatregelen staat een indicatie, dat is natuurlijk nooit een specifiek getal, maar een indicatie wat het opgesteld vermogen is, of ik met mijn netbeheerder in de knel kom. Er staat ook een link met de richtlijn stedelijk afvalwater. Dit gaat specifiek om de KRW, deze studie. Maar uiteraard moet je ook doorkijken naar de richtlijn stedelijk afvalwater. Waar zitten de haakjes en de ogen en de linkjes? En we hebben het ook geprobeerd praktisch in te steken richting beheer en onderhoud. Wat zijn best practices? Hoe kennen we deze techniek bijvoorbeeld in Nederland of in het buitenland? Wat zijn de leerpunten ervan? Wat zijn aandachtspunten? Wat zijn risico's? En wat zijn kansen? Dus het is heel erg praktisch ook ingestoken. Nou, dit is wat wij uitgevoerd hebben en Jimmy zal u meenemen in de eerste resultaten. Ja, dankjewel. Ik denk een van de dingen die ik even hier wil laten zien is deze beslisboom. Dit is die op hoofdlijnen. Er zitten wat onderliggende beslisboompjes in het rapport die specifiek gaan over de deelstroombehandeling, de hoofdzuivering, de nabehandeling. Maar dit is eigenlijk de boodschap die ik hier wil meegeven. Wanneer we gaan werken aan NNP op de zuivering, gaat het lonen om eerst te kijken waar van toepassing naar de deelstroombehandeling. Het is een kostefficiënte wijze om te werk te gaan. Ook vaak nog een relatief duurzame wijze om te werk te gaan. Ik meen dat op de meeste grote locaties het ook is ingepast. Maar daar kan toch winst worden gehaald als dat niet zo is. Als dat dan wel zo is, dan is de hoofdzuivering daarna toch de meest duurzame manier en ook de meest goedkope manier om je effluentkwaliteit te verbeteren. Daarna pas gaan we kijken naar nabehandeling. Geldt voor zowel stikstof als fosfor, geldt voor zowel de duurzaamheid als de kosten. Parallel daaraan kun je kijken wat je kunt doen in het aanvoerstelsel. Het zal ook een beetje mee te maken hebben hoe groot de impact daarvan is. We zien dat met name bij hele lage eisen, dat bij aanvoerstelsels, er komen vaak schokbelastingen met RWA-condities. Bij slecht weer komt er een vuilprop aan en die verpest eigenlijk een goed gemiddelde bij droog weer als je heel laag moet zitten in je kwaliteit. Dus het belang van die maatregel is denk ik vooral daardoor gedreven. De verkeerde kant op. Dan een aantal uitkomsten, kosten en CO2-equivalenten. Dit vond ik wel een mooi plaatje om hier te laten zien. Waar kijken we naar? We kijken naar links, dat is een plaatje voor de kosten. En rechts is een plaatje voor de CO2-equivalenten. En op de y-as staat het verschil wat we bereiken in totaalverwijdering ten opzichte van die referentie-RWST waar Arnoud het net over had. We hebben niet alle namen hierbij gezet, dat kun je rustig nalezen in het rapport. Maar wel duidelijk is dat de oranje bolletjes de maatregelen zijn voor de hoofdzuivering. En de paarse bolletjes die van de nazuivering. En we zien daar het beeld aftekenen dat je met nazuivering weliswaar verder kunt komen. Maar dat het zeker niet een goedkopere of een duurzamere manier is om te werk te gaan. Dus het devies is eigenlijk, zorg dat die hoofdzuivering nou goed op orde is. Dat je daar het maximale uithaalt. En ga daarna kijken naar wat er daarna nog kan. Nou, dit is een plaatje voor fosfor. Dit was stikstof.
En hier is fosfor. En we zien eigenlijk hetzelfde beeld ontstaan. Wat wel zo is, één uitbijter, die een beetje eigenaardig daar rechtonder in die hoek. Ik meen dat dosering van C-bron is, waar je natuurlijk ook PUK mee kunt verwijderen, maar dat is nou niet heel erg duurzaam, zoals jullie zien. Deze algemene boodschap. Er wordt ook aandacht besteed aan sturing en wat kunnen we nog doen met de bestaande assets in het rapport. Ik vond dit wel een aardig plaatje om daar nog even bij te laten zien. Dit zijn de gegevens van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer. Voor de zuiveraars onder ons is wel een bekendere term, maar ik zal het toch een beetje toelichten. De stikstofbelasting van de zuivering en de BZVN-verhouding zijn twee maatgevende zaken als het gaat om de stikstofverwijdering in actief slipsystemen. Hoe hoger de BZVN-verhouding, hoe beter het is. En we zien eigenlijk dat er bijvoorbeeld bij een stikstofbelasting van 0,015, aan de onderkant, kilogram per kilogram droogstof. En bij een BZVN-verhouding die in dezelfde soort categorieën zit, dat er een enorme spreiding ontstaat eigenlijk in hoe goed zo'n zuivering het dan doet. Dus er zijn zuiveringen bij die kunnen naar 1:2 kennelijk, of naar 1:4. En er zijn er ook bij die gaan naar 12. Deze belastingen maatgevend zijn, die zeggen iets over hoeveel beton daar staat, hoeveel ruimte daar is opgesteld. Dus het zit niet altijd in beton, is eigenlijk de boodschap. Er zijn nog heel veel andere dingen om naar te kijken. En in de detaillering kun je vaak nog veel winnen. Nou, Arnoud, dan. Nou, met alle maatregelen in oogenschouw genomen, hebben wij ook gekeken van wat kan je nou eigenlijk bereiken? Wat zijn de grenzen? En daar hebben we nadrukkelijk met de BC ook discussie gehad over proportionaliteit, redelijkheid. Die woorden werden net ook al genoemd. Van wat mag je met de technieken die wij geïdentificeerd hebben. En ik zal u verklappen, daar zit niet een reverse osmosis membraaninstallatie tussen. Dat werd als niet redelijk gezien, gezien kosten en CO2-footprint. Maar wat mag je binnen de grenzen van redelijkheid verwachten? Nou, we hebben hier twee grafiekjes voor fosfor en voor stikstof. In allebei het linkerbalkje zie je eigenlijk de huidige kwaliteit. Van wat doet die referentie RWZT, momenteel dus in Nederland. Dus dit is eigenlijk een soort van de gemiddelde van Nederland. En wat zou het nou kunnen bereiken als je, zoals Jimmy net zegt, eigenlijk die hoofdzuivering die er toch al ligt, die bakken beton die er staan, gewoon optimaal benut. Dat zit vaak in processturing, dat zit soms in een kleine werktuigenbouwkundige aanpassing. Denk aan een recirculatiecapaciteit verhogen, maar niet beton storten. En dan kan je dus eigenlijk al best een stapje maken. Nou, als je dan nog verder moet, en dat zal voor een heel aantal RWZT's het geval zijn. Matthijs refereerde net aan vechtstromen. Daar zijn gewoon een aantal RWZT's geïdentificeerd waar een nabehandeling komt. Want je moet gewoon naar hele lage KRW-doelen. Dan zie je dat je een nabehandeling gaat neerzetten. Dan krijg je eigenlijk het middelste balkje. Dat is waar wij met onze rekenkundige modellen van nu op uitkomen. Want dat zou je ongeveer kunnen bereiken. Dan zit je op de P-totaal net iets onder de 0,4. En de N zit op rond de 3. Dat is redelijkerwijs wat je mag verwachten van een RWZT gemiddeld. We hebben er natuurlijk nog twee kolommetjes aan toegevoegd, de twee rechter in beide grafieken. Er zijn gewoon situaties waar alles mee zit, waar je geluk hebt met je dop, die kwam net al langs, dat is een moeilijke te verwijderen P-fractie. Waar je een goede BZVN en een BZVP-verhouding hebt, waar gewoon alles optimaal is, waar de temperatuur ideaal is. Er zijn ook, dat is dat laatste balletje, situaties waar het allemaal tegen zit. Of een aantal van die factoren tegen zit. En daarom hebben we ook een range gegeven. Je weet dus wat je ongeveer kan bereiken. In het beste geval kun je nog iets verder komen. Zit het allemaal wat tegen, heb je wel alles geoptimaliseerd in de nabehandeling, dan blijf je iets hoger in je concentraties. Dit is dus eigenlijk ook een basis, vinden wij, en ik zie hier de Unie van Waterschappen zitten, om op een BBT-discussie na te gaan denken. Voor de industrie kennen we dat, voor afvalwaterland kennen we dat niet. Wat ons betreft, en dat is even een persoonlijke aanbeveling vanuit de RADV, we hebben veel discussies over gehad, zou je dit als basis daarvoor kunnen gebruiken? Dit is redelijkerwijs wat je mag verwachten van een RWZT. En dan hebben we het niet over abracadabra technologieën die de hele zuivering drie keer zo duur maken. Dit is wat we nu in ons mandje technologie hebben om iets mee te kunnen doen. Dan komen we tot de conclusies. Nou, we hebben in de rapportage meer dan 25 maatregelen geïdentificeerd waarmee je als waterbeheerder aan de slag kan om jouw RWZT te verbeteren. Niet allemaal zijn op elke zuivering van toepassing, maar er is dus gewoon echt een flinke mand met maatregelen waar je uit kan kiezen. Er zijn beslisbomen geïdentificeerd of opgesteld die je kan gebruiken om te zien tot welke maatregel je over moet gaan voor een zuivering. En wat ik eigenlijk net al zei, we hebben dus ook een beetje een grens aan het te bereiken RWZT effluent geïdentificeerd. Grofweg in de range van 2 tot 4 en van 0,2 tot 0,4 voor respectievelijk stikstof en fosfor. Let op,
We hebben al gezien in projecten, niet onderdeel van deze studie, op sommige RWCT's liggen de KRW-doelen onder deze getallen. Dat betekent eigenlijk gewoon een conflict. Je weet dat je redelijkerwijs tot een bepaalde concentratie kan komen, maar het doel is lager. Ik ben geen jurist, dat laat ik vooral graag over aan de vorige, maar ga hierover in gesprek. Hier moet je iets mee, want dit zijn wel echt de pijnlijke gevallen. We hebben ook gezien dat de effluent kwaliteit die voor de KRW geëist wordt, eigenlijk in alle gevallen voldoet ook aan de richtlijn stedelijk afwater met betrekking tot stikstof en fosfor. Dus als je de KRW op orde hebt, dan kun je eigenlijk in die zin op je lauweren rusten voor de richtlijn stedelijk afvalwater qua stikstof en fosfor. Er zijn natuurlijk andere dingen die daarin ook geëist worden. En we hebben ook gezien, wat Jimmy eigenlijk zei, er zijn dus heel veel RWCT's die beschikken eigenlijk in essentie over voldoende biologische capaciteit. De betonnen bakken zijn gewoon groot genoeg. Maar het is vooral een processturingsissue. Dat zijn daadwerkelijke software-issues mee te regelen. Of soms kleine werktuigbouwkundige aanpassingen die het belemmeren, of die eigenlijk het mogelijk maken om verder in kwaliteit te gaan. Groot voordeel daarvan, heel ander dossier. Als jij je proces beter op orde hebt en een betere stikstof- en fosfaatverwijdering krijgt, vooral stikstof, heb je doorgaans ook een enorme reductie van lachgas. Dat gaat gelukkig hand in hand. Actueel thema gezien duurzaamheid. Ga voor een goede effluent kwaliteit en je lachgas zal enorm reduceren. De laatste slide met conclusies. We hebben over het algemeen gezien, wat Jimmy liet zien, dat maatregelen op de hoofdzuivering goedkoper en duurzamer zijn dan nabehandelen. Begin dus niet direct met nabehandelen. Hoofdzuivering op orde, dan pas nabehandelen. Grove lijnen. Voor die locaties waar een centrale slipgistingsinstallatie staat, is deelstroombehandeling eigenlijk onontbeerlijk. Daar moet je eigenlijk gewoon wel aan, anders is het gewoon niet te doen om een goede effluent kwaliteit te behalen. We hebben ook gezien dat maatregelen in het aanvoerstelsel effectief kunnen zijn. Daarbij wel opgemerkt dat het ook vaak hele lange trajecten zijn. En je vaak met gemeenten, soms industrieën om tafel moet. Dus dat is een lange adem. Maar voor pieklozingen en ook meer grip op het influent is dat zeker een belangrijke. Maatregelen voor NMP hebben slechts een beperkt positief en ook negatief effect op medicijnrestenverwijdering. Dat is, het bijt elkaar niet, maar het helpt elkaar ook niet. Dus dat zijn echt twee aparte stappen. En er is maar een beperkt uitzicht op verbeteringen ten opzichte van de maatregelen die we nu geïdentificeerd hebben voor 2027. Verwacht niet dat er nog een toverende doos open gaat met nieuwe maatregelen die ons gaan helpen. Wat we nu hebben, daar moeten we de komende jaren mee doen. Ja, dan nog even de aanbevelingen. Ik denk dat Arnoud al het een en ander heeft toegelicht hoor. Maar dan nog even op een rij kort toch. Waar te beginnen? De eerste aanbeveling, de deelstroom. De hoofdzuivering en daarna pas de nabehandeling. Tweede punt toch wel even goed om aan te stippen. Hè. Die beslisbomen die we hebben gemaakt, die geven richting in algemene zin. Gebruik hem vooral om voorselectie te maken voor maatregelen voor jullie RWCT's. Gebruik hem niet als absolute waarheid. Ik veronderstel dat jullie het ook niet zullen doen, maar toch goed om even te zeggen. Iedere locatie is toch weer net eventjes een tikje anders. Optimaliseren van de hoofdzuivering. Inderdaad bijzonder aandacht voor die de sturing, maar ook de beperkte werktuigbouwkundige ingrepen. We lieten net aan het plaatje zien, Arnoud zei het ook. Er is al heel veel beton in veel gevallen. Het zou met dat beton mogelijk moeten zijn om veel te kunnen doen. Laat bekijken hoeveel dat in jullie geval is en kijken of het niet in de andere kleinere dingen zit. Zeer duurzaam en zeer goedkoop om op die manier eerst het laaghangend fruit te plukken. Maatregelen in het aanvoerstelsel, als gezegd, en dat zullen jullie als waterschappers ook weten. Het zijn lange trajecten met de gemeente om daarmee in gesprek te gaan of met de industrie in gesprek te gaan om daar verbeteringen met elkaar te bewerkstelligen, maar die zijn het vaak wel waard. Daarbij is het zo dat wij aan zet zijn als waterschap Rand, niet de gemeente en ook niet de industrie. Dus ga daarmee aan de slag. Dan, nummer 5, landelijke duiding vereist over het vraagstuk wat is nou redelijk. Hè? Arnoud zei het al, er zijn gewoon een aantal RST's waar gewoon die eis niet kan worden gehaald, zomaar met wat we nu hebben liggen. En dan rijst de vraag, hoe duur mag het worden? Hoe ingewikkeld mag het worden? Wat mogen we overhoop halen daarvoor? En dat is ook een bestuurlijk vraagstuk. Dus het is goed om daar landelijk ook duiding aan te geven. Wat vinden we daar nou met elkaar van? Inderdaad, Arnoud zei, op korte termijn hebben we geen toverdoos meer. Dus de nummer 6, we moeten doen wat we hebben. Nummer 7, we hebben een aantal ontwerpmodellen in de jaren 90 ontwikkeld. Bij de vorige versie van de Stedelijk afvalrichtlijn. Die modellen die zijn nu passen ons niet helemaal goed meer. We moeten dus gaan kijken of we die niet wat geschikter kunnen maken voor wat lagere NMP-doelen. Of we er andere methodieken of richtlijnen met elkaar landelijk kunnen afspreken.
bureaus hebben andere interpretaties van wat daar de beste werkwijze is, denk ik. En we kunnen nog wat winnen door met elkaar naar te kijken. Tot slot inderdaad, neem vooral de RSA mee op het moment dat je naar elkaar mee gaat kijken. Want die investeringsagenda's liggen over elkaar heen. Het is goed om die op elkaar af te stemmen, zodat je niet een desinvestering maakt bij de KRW die je later weer mag oplossen. Ja. Dank u wel. Jimmy en Arnoud. Wat mij betreft een heel interessante presentatie die ik ook bestuurlijk natuurlijk best wel af en toe al dingetjes over hoor van wat kunnen we nou. Ook in dat perspectief ben ik wel benieuwd. Jullie zeggen een aantal RWZT's gelden nu eigenlijk strengere normen voor dan wat wij zeggen wat logischerwijs haalbaar is. Over wat voor deel hebben we het dan? Hoeveel van die net iets meer dan 300? Ik weet het niet precies. Nee. Geen beeld bij. Durf ik niet te zeggen. We zien het in individuele studies gewoon langskomen. Dus ja. We hebben niet een landelijke scanner op gedaan. Gaan we snel proberen helderheid te krijgen, want we moeten ook wel weten over waar gaat dit dan? Over voordat dingen ook een eigen leven gaan leiden, dat de hele KRW voor de RWZT's niet haalbaar is. Wat we wel kunnen zeggen is dat aan de oostelijke kant van het land, bij de zandschappen zo gezegd, daar zal het probleem denk ik wat meer spelen. Zoals ook bij kwam natuurlijk al langs. Dank jullie wel. Zijn er dringende vragen? Want ik kijk ook naar de tijd en anders gaat het van je eigen lunchtijd af. Maar... Ik zorg voor Brabantse Delta. Er werd net al gerefereerd aan de kosteneffectiviteitstool. En dan vroeg ik me af van, ik zag wat kentallen euro's per kuub. Maar in die kosteneffectiviteitstool staan euro's per kilogram N of kilogram P verwijderd. En als je die hierna op toepast... Waar kom je dan op uit? Hè? Mag je dan gewoon concluderen dat dit BBT is of BBT plus? En hoe zit het dan juridisch? Als je dan juridisch aan BBT of BBT plus voldoet, is het dan oké, zeg maar? Dus ik mis die koppeling, zeg maar. En ook vanuit de jurist, zeg maar, van wat is de waarde van de kosteneffectiviteitstool als het gaat over het KRW-proof zijn, zeg maar. En die meneer van Waternet, die nou zijn hand opstak, die stelde hier een opmerking over, dus... Oké. Maar we laten de vraag even beantwoorden. Korte reactie. Er zijn kosten per kilogram en NP in het rapport opgenomen. Die heb ik even niet laten zien hier. Dat is nogal veel wat erin staat. Maar het is getoond, dus je kunt er even naar kijken. We hebben dat niet de link zelf gelegd naar wat is dan nog redelijk. Hè? Dus dat is een andere vraag. Dat was ook niet onze scope hier. Maar wel een hele relevante vraag, zeker. Heel kort, Anno. Heel kort, Sander. We hebben een uitgebreide berekening achter de rug, op basis ook van het masterplan zuiveringsbeheer van Amstel Gooi en Vecht. Dat was de ene route rechtsom en linksom hebben we samen met Rijkswaterstaat gerekend aan wat zouden de eisen nu zijn op basis van kosteneffectiviteit, uitgedrukt in euro's per kilogram verwijderd. En de verrassende uitkomst was dat heel dicht bij elkaar lag. Dank Onno. Ik zie hier nog een vraag. Mijn naam is Joop Boltussen van Baak Adviesbureau. Ik heb eigenlijk een vraagje. Ik zag net dat je door relatief makkelijke maatregelen de effluentkwaliteit ten aanzien van NEP met ongeveer de helft kunt verbeteren. En dan ligt eigenlijk de vraag bovenop, waarom gebeurt dat nu al niet? Hebben jullie daar naar gekeken? Ik denk dat we de waarom je schuldig moeten blijven. ik denk gewoon dat in veel gevallen ook dat daar nu geen aandacht op ligt, omdat het misschien nog niet nodig is. Hè? Een aantal, zoals gezegd, vele stippen dat ook even aan, een aantal RWZT's die hoeven niet laag te komen, omdat de impact op voor de KRW gewoon heel klein is. Dan moeten ze maar een paar procent uitmaken van de talloze hoeveelheid. Dus als ze dan hebben ze alleen nog maar te voldoen aan bijvoorbeeld een stikstofeis van 10. Dus ook niet gek dat ze dan ook 9 of 10 of 8 lozen. Ik denk dat daar een aardig deel van die verklaring zit. Maar we hebben niet nader naar die waarom-vraag gekeken. De neiging om bestuurlijk te reageren, maar dat zal ik ook niet doen. Dank je wel, Jimmy en Arnoud, voor jullie presentatie. Veel dank. En wij gaan...